2014 was een bijzonder jaar voor ons. We zijn gestart met het realiseren van Zorgcentrum Bloemfontein. Op 28 februari ging de eerste paal de grond in. Op 7 juni hebben we in aanwezigheid van alle bewoners en toekomstige medewerkers een aantal hebben de eerste steen gelegd. Vervolgens hebben we op 1 november de open dag gehad voor iedereen die geïnteresseerd was, maar vooral ook voor de dorpbewoners van Haarlem en Eesel. En op dit moment zijn we bezig met de laatste loodjes. De kamers worden ingericht. Het gebouw is klaar, de buitenruimte is klaar en we zijn eigenlijk volop aan het werk om op 2 januari 2015 van start te kunnen gaan met ons mooie zorglandgoed. Ik wil graag iedereen bedanken die daar op welke manier nog een bijdrage heeft geleverd en iedereen en alle luisteraars en kijkers een goed, gezond en vooral mooi 2015 toe te wensen. Lieve gasten, in 2014 was het weer een fantastisch jaar in het dierenlogement. Dankzij jullie allemaal. Nu staat 2015 voor de deur. Daar hebben wij een spectaculair nieuwe jaar voor de deur. We hebben nieuwe recepturen, mooie producten. Ik hoop dat jullie allemaal langskomen definitief. Bij deze wil ik jullie niet alleen maar bedanken, maar ook een hele mooie nieuwjaar en prettige feestdagen met. Dank jullie wel. Wij van de Pannenkoekenbakker Buren wensen jullie hele fijne feestdagen en een heel gelukkig nieuwjaar. En ook in het volgend jaar weer te zien. Worden wij op proosten. Hey!